bang waren voor de gevolgen. Begrijp ik ook, sprak de vrouw. Wij staken voor jullie. Hier ligt hij, op begraafplaats Westerveld in Driehuis, Noord-Holland. Hij is geboren in het jaar waarin Karl Marx overleed, 1883. En dan kan het bijna niet anders dan dat je links bloed door je ader hebt stromen. Hij werd groot in Den Bosch, maar nog groter werd hij in het buitenland. China, Rusland, Spanje. De bekendste communist die Nederland ooit heeft gehad, Henk Sneevliet. En zijn onfortuinlijke sterfdag wordt vandaag hier in Driehuis herdacht. Henk Sneevliet wordt geboren in Rotterdam in een arm katholiek gezin. Vader is sigarenmaker, dus niet echt een vetpot. Als Henk 3 jaar oud is, overlijdt zijn moeder aan tuberculose. De jonge Henk die komt in Den Bosch terecht, waardoor zijn oma en tantes wordt opgevoed. Hier in Den Bosch moeten zijn eerste radicaal-socialistische ideeën zijn ontstaan, zwervend door de armoedige sloppenwijken van de overvolle vestingstad. Bas van der Plas, in hart en nieren revolutionair socialist en Sneevlietkenner. Hij weet mij van alles te vertellen over het turbulente leven van deze sociaal bevlogen Bossenaar. Je had allemaal achterbuurten, wijken waar mensen gewoon op elkaar woonden in diepe armoede. Waar wij nu staan in de Uilenburg was een van de bekende voorbeelden van een totaal arme wijk in Den Bosch. Volgens oude beschrijvingen kon je hier vroeger niet lopen zonder een knijper op je neus. Mensen woonden hier in armzalige kelderwoningjes, et cetera. Dus het is zeer duidelijk dat in de jaren dat Henk hier in Den Bosch woonde al kennis maakte met de armoede van de arbeiders. Bas laat me een van de steegjes zien waar de mensen in erbarmelijke omstandigheden dicht op elkaar gepakt woonden. Henk trekt zich het lot van deze arme sloepers aan en al snel begint hij op school te praten over de maatschappij die moet veranderen. Wat heel bijzonder is dat hij uiteindelijk als een van de eerste leerlingen ook naar de nutschool in Den Bosch ging. In 1894, 1 mei, werd die school geopend. Hij heeft het laatste schooljaar heeft hij daar doorgebracht en uiteindelijk is hij dus naar de Rijks-HBS gegaan. Maar de familie van Henk kan deze dure HBS niet betalen. Gelukkig erkent de Bossen Vrijmetselaarsloge het talent van deze intelligente jongen. En deze club besluit zijn complete studie te bekostigen. In het noorden van Nederland waren er al socialisten. En die zagen dus ook de enorme armoede onder de arbeiders. En die wilden dus de arbeiders ook verheffen. Mm. Zo heette dat in die tijd, de verheffing der arbeiders. Dus er kwamen mensen hier naar Den Bosch ook om propaganda te maken voor het socialisme. Voor een deel deden ze dat buiten de stad, omdat ze hier door de politie ook vaak weggehaald werden. En dus er is gewoon van alle kanten duidelijk dat Henk in die jaren al gewoon de armoede heeft meegemaakt en daar dus ook zijn conclusies uit heeft getrokken dat gewoon de maatschappij moest worden veranderd. Net na de eeuwwisseling rommelt het in Europa. Overal verenigen arbeiders zich in vakbonden onder invloed van het socialistische gedachtegoed. En ook de jonge Sneevliet is gevoelig voor deze ideeën. Dat heeft dus de basis gelegd voor zijn latere politieke carrière. Zijn rode hart is hier in Den Bosch gaan kloppen. Dat zou je dus wel kunnen zeggen inderdaad. Want waar het dus om gaat, het gaat niet alleen om propaganda die je tot je neemt. Maar die propaganda moet ook een voedingsbodem hebben. En die voedingsbodem die vind je gewoon hier. Door die armoede, door wat hij hier om zich heen zag. Hoe mensen hier moesten leven. Dat was dus eigenlijk zijn Bosse periode. Na de HBS gaat Henk Sneevliet aan de slag bij de spoorwegen in Zwolle. Hij wordt hier actief bij de Spoorwegvakbond en als lid van de SDAP. Hij werpt zich op als een begaafd organisator en propagandist. Maar hij houdt er wel duidelijk zijn eigen ideeën op na. En dat leidt uiteindelijk in 1913 tot zijn ontslag. Wanhopig besluit hij zijn geluk elders te beproeven, helemaal in Indonesië.
Hij krijgt hier een baan als redacteur van een krant en later als secretaris van een handelsvereniging. Maar ook hier stort hij zich weer snel in het vakbondswerk en in de politiek. Je hebt rood bloed of niet? Nou, hij komt in Indonesië terecht en ook daar maakt hij dus weer kennis met de armoede. Dus hier werden de mensen dus uitgebuit door de bourgeoisie, dus door de fabriekseigenaren. In Indonesië werden de mensen uitgebuit door het koloniale regime. Dus zeg maar bijna een parallel met Den Bosch, ook weer uitbuiting. Hij wordt actief in de vakbeweging en richt een politieke partij op. De Indische Sociaal-Democratische Vereniging. En ook daarvan is de bedoeling de verheffing van de arbeiders, de verheffing van de kolonialen, de vrijmaking van Indonesië. Dus Indonesië los van Holland. En dan breekt het revolutiejaar 1917 aan. Onder leiding van Lenin en Trotsky grijpen de communisten de macht in Rusland. De steeds radicalere Henk Sneevliet is enthousiast over deze revolutie. Hij schrijft er een lovend artikel over met als titel Zegepraal. Hierin roept hij de onderdrukte Indonesische bevolking op om ook in opstand te komen. Hij wordt wegens opruiing voor de koloniale rechtbank gedaagd. Maar in een 9 uur durende verdediging weet de welbespraakte Sneevliet zich vrij te pleiten. Hij blijft echter doorgaan met zijn propaganda. En zo moet hij in december 1918 Indonesië alsnog verlaten. Als ongewenst sujet. Maar inmiddels is zijn revolutionaire werk ook in Moskou opgemerkt. Sneevliet wordt door Lenin hoogstpersoonlijk uitgenodigd om deel te nemen aan de communistische internationale. Die de revolutie over de hele wereld moet verspreiden. En Lenin ziet er een belangrijke rol weggelegd voor onze Henk. Zou je ervaring in willen zetten in China? Dat moest ook communistisch worden. Als je zo'n analyse maakt van de situatie. In 1911 was dus in China al een revolutie geweest. De zogenaamde burgerlijk-democratische revolutie. En die zou dus in de ideeën van het socialisme gevolgd kunnen worden door de socialistische revolutie. Dus om die voor te bereiden werd Sneevliet gevraagd om naar China te gaan. Als agent van de communistische internationale. Bij aankomst in China treft Sneevliet een verpauperd en politiek chaotisch land aan. Een van de Chinese contactpersonen van Sneevliet is ene Mao Zedong. Samen met deze latere volksleider richt Sneevliet in juli 1921 de Communistische Partij van China op. De partij die vandaag de dag nog steeds de macht uitoefent over bijna 1,4 miljard Chinezen. Wat er dus gebeurde, dat een aantal Chinezen vonden dat er dus analoog aan Moskou ook in China een communistische partij moest worden opgericht. Dat gebeurde in Shanghai. Er waren dus een paar mensen die dus in een kamertje de Chinese communistische partij oprichten. Allemaal Chinezen. En als enige buitenlander was daar de bekende Henk Sneevliet bij. Die toen daar functioneerde onder zijn pseudoniem Maring. Maar omdat de Chinezen de R niet konden uitspreken, heette hij daar Malin. Niet vreemd dus dat Henk Sneevliet wordt vereerd als een held van de Chinese revolutie. En herdacht wordt in allerlei musea, boeken en documentaires. En hier in het historisch museum in Shanghai zit hij als enige westeling aan tafel met de grote Mao. Onze kleine man uit Den Bosch, Henk Sneevliet. En terwijl Sneevliet in China actief is, sterft in 1924 in Rusland Lenin plotseling. De nieuwe leider Stalin verandert vanaf 1927 de koers en moet niets meer hebben van de communisten in China. Sneevliet verbreekt de band met Stalinistisch Rusland en keert gedesillusioneerd terug naar Nederland. Hier wordt hij opnieuw actief in de politiek. Maar door zijn geloof in zijn eigen gelijk lukt het Sneevliet niet om aansluiting te vinden bij de brede socialistische beweging. De verschillende politieke partijen waar hij lid van is blijven te marginaal. Als hij begin jaren 30 de muiterij op het oorlogsschip de Zeven Provinciën verdedigt, komt hij wederom in conflict met de Nederlandse regering. Hij wordt veroordeeld tot 5 maanden cel. Maar na zijn vrijlating wordt hij gekozen als lid van de Tweede Kamer voor zijn eigen revolutionair socialistische partij, de RSP. In deze jaren zet hij zich fel af tegen het opkomend nazisme. Wanneer in 1940 de oorlog uitbreekt, weet Sneevliet één ding zeker.
dat hij zal worden gezocht door de nazi's. Hij vlucht en duikt onder. De Vughtse historicus Henk Smeets, kleinkind van de zus van onze held, beheert het persoonlijke archief van Sneevliet. En dan begint die oorlog en Henk keert terug naar Brabant, naar Vught. Ja, Henk besluit met zijn partijtje om direct in de ondergrond te gaan. En hij begint met illegaal werk, gaat allerlei geschriften uitgeven tegen de Duitsers, overigens ook tegen Moskou, want hij vindt Stalin even gevaarlijk als Hitler. En dat betekent dus dat hij gezocht wordt. En dan duikt hij onder. Dat doet hij op verschillende plaatsen in Nederland. Maar Vught is uiteindelijk toch de plek waar hij het langste onderduikt. Een veilige plek bij zijn zus, in de schoot van zijn familie. Om herkenning te voorkomen, laat hij zijn baard groeien en millimetert hij zijn haar. Zo vertrouwt hij erop dat hij gewoon met de bus door Nederland kan reizen en zo zijn illegale blaadjes kan blijven verspreiden. En dat is het wonderlijke dat iemand die internationaal geweldig veel ervaring heeft met overheden die hem zoeken, dat hij toch vrij nonchalant, vrij naïef met zijn onderduik omging. Dus die naïviteit zorgt ervoor dat hij gepakt wordt ook dan? Nee. Hij wordt gepakt omdat ergens in de buurt van Haarlem een colporteur van een van zijn illegale bladen gepakt wordt. Die heeft per ongeluk een blad bezorgd bij iemand die van de NSB is. En daarmee begint het balletje te rollen. Hmm. En dat betekent dus dat eerst rond Haarlem allerlei partijgenoten opgepakt worden. En zo wordt stap voor stap geprobeerd om de leiding te pakken te krijgen. En zo wordt Sneevliet uiteindelijk in Bergen-op-Zoom opgepakt en naar Amsterdam vervoerd. Daar verschijnt hij voor een Duitse rechtbank en hij wordt samen met 8 andere verzetstrijders ter dood veroordeeld. We hebben begrepen dat ook de rechter respect had voor de manier waarop hij zich verdedigde. Maar de daad was duidelijk, het was sabotage. Samen met zijn kameraden wordt Henk Sneevliet naar kamp Amersfoort afgevoerd. De avond voor hun executie brengen ze samen in 1 cel door. Hun geloof in de revolutie is niet gebroken. En samen zingen ze nog eenmaal hun lijflied, de Internationale. En in diezelfde nacht schrijft Henk een afscheidsbrief aan zijn familie in Vught. Ik heb de weg terug niet kunnen vinden. Duid me dat niet ten kwade. Ik heb, zoals ik jullie al gezegd heb, een diep geloof dat een eigen geloof is, anders dan dat van jullie. Mijn weg ga ik tot het einde dat wel haast komt. Voor de zwakken onder mijn naasten gaf ik mijn krachten, tenslotte ook het leven zelf. Voor de zwakken onder mijn naasten gaf ik mijn krachten, tenslotte ook het leven zelf. Henk Sneevliet, geboren in 1883 in Rotterdam en gestorven in 1942 in Leusden. Voor 1,4 miljard Chinezen een echte Brabantse held.